Welkom bij alweer de derde en laatste race van het F2 seizoen. Vandaag racen we in Abu Dhabi en ik kan je alvast verklappen, Abu Dhabi is niet een circuit wat mij heel erg ligt. Ik heb er altijd moeite mee en ik heb al meerdere malen gehad dat ik mijn kampioenswedstrijd moest racen op Abu Dhabi en dat was geen pretje, hakken over de sloot. Het wordt nu een tikkeltje erger, want ik ga nu met een F2-auto rijden. En die F2-auto's die laat zich verdomd moeilijk besturen. Weinig downforce, weinig grip. En om een of andere reden start ik ook ontzettend slecht in deze auto's. Ik weet niet waar dat aan ligt. Er is veel wheelspin. Als ik nou vroeg opschakel, ga ik nog langzamer. Maar dan heb ik geen wheelspin. Dus ja, dit is heel even uitvogelen of wat. Maakt in principe niet zo heel erg veel uit, want dit is, als het goed is, de laatste race die we in F2 rijden. Hierna gaan we in gesprek met een Formule 1 team, waarvoor we mogelijk kunnen gaan rijden. Nogmaals, ik zou graag willen dat dat Williams is, of misschien Haas. Dat zijn toch wel twee teams waar ik me aan wil gaan verbinden. Williams terug naar de top brengen, dat lijkt me ontzettend mooi. We zitten hier. Ik heb geen idee welke plek, ik zat even niet op te letten. Maar maakt niet uit, we moeten gewoon keihard ons best doen en dan moet alles goed komen. Staan we in ons P7, hopelijk komen we nu wel goed weg. De drie kwart gas. En de lampen zijn uit. Nee. De Vries weet ons weer gelijk in te halen bij de restart. Iets ruimer gaan omdat iemand naast me zat, ik kon niet zien wie het was, maar twee plaatsen opgeschoven, dat is mooi. Maar we willen minimaal een podiumplek natuurlijk. Die kon ik het nog niet proberen. Ik zat nog iets te verder vandaan. Nog geen DRS, dat kan pas vanaf ronde 3. Dat is nu al fijn geweest. Hier moet ik nog wel even voor me laten. Hier zal ik gaan proberen richting 2 start-finish. Dus ik ben hier ernaast. Kan dat? Ja, niet van harte. Good job, nice overtake. Ja, podium is in zicht. Ik heb natuurlijk al gezegd, Abu Dhabi is echt niet mijn circuit. Dat kan je misschien ook wel zien. Ik vind het ook geen leuk F1 circuit om te kijken tijdens echte races. Het is gewoon weinig van me, weinig hoogteverschil ook erin. Niet aansprekende omgeving. Vind ik.
ik moet hier echt concentreren, jongens. Vooral deze sector. Het is een sector waarin ik vaak spin. Of mijn wielen blokkeren of wat dan ook. Van wagen. Pakken we de binnenkant dit keer. We hebben de snelste ronde neergezet, dat is mooi. We hebben alleen de team 4 nog te gaan. De team 4 dat de mijne in. Hopelijk. Volgens mij hebben we nu DRS. Nee, net de buiten. Dat is jammer. Maar misschien bij de volgende. Pas vanaf de volgende ronde? Dat kan toch niet? Ja, ik kom steeds dichterbij. Dat trouwens in Abu Dhabi dat Rosberg zo bang was voor Verstappen? Dat is wel, hè? Dat was wel goed van hem. Dat was toch die wedstrijd waarin Hamilton iedereen probeerde op te houden. Hamilton reed vooraan. Maar volgens mij was Rosberg derde of vierde worden of zo, dan was Hamilton kampioen. Daar ging Hamilton expres langzaam rijden om Rosberg in Verstappen of Vettel te drukken. Maar, we hebben hem. We hebben met van wielspin. Ah. Nah, don't mess it up. Kom op. Vroeg opschakelen. Zorg dat je hem in bedwang houdt. Ik ga erg langzaam nu, ik ben zo voorzichtig. Ik ben ook al zo vaak gespind bij de vlak voor start finish. Hier gewoon met Formule 1 auto flat out, hè. Oh.
Die pak ik zeker niet. Hè. Twee rondes, nog twee rondes. Hou vol, hou vol. Moeilijkheid gaat het hoger zetten, maar het lijkt alsof dat niet kan in een kort F2 seizoen. Die is gewoon hetzelfde probleem. Daar moet ik echt niks van hebben. Geef mij maar Spa. Spa vind ik echt het mooiste circuit aller tijden. Drop ook even hieronder in de comments wat jullie favoriete circuit is. Ik ben wel benieuwd. Zijn er gekken die Monaco het vetste vinden? Nee, toch? Niet wachten om het met... Nee! Oh, 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 oh. Kijk, dat bedoel ik. Ongeluk zit in een klein hoekje. Laatste ronde ook, zeg. Oh, 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 oh. Doodzonde. Doodzonde. Ah, deze hadden we moeten winnen. Maar dat is dus wat ik bedoel. Daar ben ik extra voorzichtig ook hier met opschakelen en dergelijke. Maar... Ongeluk zit in een klein hoekje. Oké, mijn concentratie is... is gebroken. Dat kunnen we nu wel stellen. Nou, dan zie je nu ook waarom ik deze track niet graag rijd. Ah, toch nog een podium, dat is waarvoor ik ging. De derde plaats, helaas, dat wel echt meer in gezet worden. Nou, meer in gezet. Helaas, zonde. Wel driver of the day, waarschijnlijk door mijn snelle rondes natuurlijk. Whether they could really go all the way, but there's no question anymore. What a special year it's been. De TV wereldkampioen. Helaas. Oh, 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 zonde, zonde, zonde. So another fantastic victory for Dams today. Oh, 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 oh. Ja, hoe lang moeten we dit nog aankijken? Jezus. Ja, toch van P7 naar P3 gereden. Een snelle tijd neergezet, maar het was niet genoeg. Het was niet genoeg, helaas. Dus. So that was an exciting race from our perspective.
Let's have yours. Okay. 2019 Formula 2 champion. How does it feel to take the championship? Ik heb de championship toch niet? Die heeft Latifi gewonnen. Wat? Everyone loves drama. This is the way all seasons should end. Ik heb geen idee hoe ze hierop terechtkomen. It was all to play for, but things didn't quite go your way. Do you feel like you wasted an open goal today? I drove my best out there. Second place is still a great result. We zijn derde geworden. Ik denk dat we wat patches nodig hebben. Geef niet. I'm angry at myself. I should have. Ja. Yeah. Racing is never easy. You have to be on top of your game every weekend. Nou, dat doen we. What are your plans for your future career? Are you able to talk about them yet? You're talking to a Formula One champion. I start next season. Nay, I can reveal that next season I'll be in F1. I'm just finalizing paperwork as we speak. I plan to be the 2020 Formula One World Champion. Nee, dat is nog te vroeg. I can reveal that the next season I'll be in F1. Appreciate your time. Graag gedaan. Ja, en dan moeten we een team gaan kiezen, jongens. Even kijken. We kunnen Mercedes kiezen. Omdat we onderdeel zijn van de Mercedes Driver Academy. Waaronder ook Racing Point en Williams, zoals je kunt zien. AlphaTauri is ook wel een leuke natuurlijk. Of Haas. Team expectations, lots of points, be consistent. Gunther Steiner. Dat is ook wel leuk natuurlijk, hè. Wat zullen we doen? Wat zullen we doen? Williams of Haas? Williams of Haas? Renault is op zich ook wel leuk. Nee, Renault is toch goed al. We moeten echt van ver komen. Ik kies voor Williams. Ik kies historie. Ik kies voor Frank Williams. Ik kies voor alle legendarische coureurs die ooit voor een Williams team hebben gereden. Ja, Williams er is. In plaats van Latifi natuurlijk. Weet je, hij heeft ons kampioenschap afgesnoept. Dus snoepen wij zijn stoeltje af. Dat was dan alweer de derde en laatste race van de Formule 2 reeks. En ik wil jullie van harte bedanken voor het kijken. En bedankt voor het liken en het subscriben. Ik zie jullie allemaal. Dankjewel daarvoor. En vanaf de volgende race gaan we eindelijk in de Formule 1 laten rijden. Bij Williams, we hebben getekend. En ja, dat belooft alleen maar heel veel goeds in de toekomst. En we hebben maar één doel, en dat is ooit wereldkampioen worden. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later!